Donderdagmiddag rond 2 uur werd de brandweer van Stijn gewaarschuwd omdat er een drenkeling zich zou bevinden in de Maas ter hoogte van het veer in Berk aan de Maas. Zowel de duikploeg van Stijn als de duikploeg van IJsden werden allebei gealarmeerd en trokken uit naar Berg. En ook de brandweer van Meeswijk, Maasmechelen, die was snel ter plaatse. Het bleek dat een kanoevaarder in de problemen was gekomen ter hoogte van het veerpont. De man had zich al een half uur vastgehouden aan een boei bij het veerpont en hij kon door de brandweer uit het water gehaald worden in het bootje van de brandweermensen van Meeswijk, van Maasmechelen. En de man is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. En na ongeveer een uurtje kon het veerpont weer vrijgegeven worden en waren de normale vaarten weer gebruikelijk.